Welkom bij de hoogtepunten. Ah, wat lekker dat na de vakantie dit er nog steeds in zit. Welkom. En dan al het even. Welkom bij de hoogtepunten. Hoe was je vakantie? De eerste na de vakantie. Moet ik dat weer gaan vertellen? Als de mensen naar de hoogtepunten kijken, vertel jij eventjes lekker over je vakantie. Ibiza was dat toch? Begon dus op het vliegveld. Ik vind hier terugkomen en dan aan iedereen hetzelfde verhaal afdraaien. Hoe was je vakantie? Vind ik moeilijk. Oh, dat vind ik ook vreselijk. Dat is eigenlijk vreselijk. Ik heb het liefst nog dat ik met zo'n reclamebord om me heen hang, waar het gewoon op staat. Weet je wel, dat iedereen het gewoon kan lezen. Ja, het was leuk, lekker gehad. Ja. Ja, ook weer zin om te beginnen. Alle clichés. De hele tijd voorbij. Of, nou, je hebt het echt lekker gehad. Ik zag het op Instagram. Hé, en nu ook wel weer zin, of niet? Nou, het had nog wel een weekje langer mogen duren voor mij. Ik heb al een paar dagen geen gevoel meer in mijn linker grote teen. In het puntje van mijn linker grote teen. Gewoon het ochtendritme. Langzaam, mijn hele voet voel ik niet meer. Je sterft langzaam af, denk ik. Volgens Google heb je een zenuwbeklemming aan de binnenkant van je grote teen gevecht. Dat is serious shit. Ja. Zo, dit is niet best, jongens. Dat wordt een houten been. Nou, ik denk dat ik de komende paar dagen van waarneem. Gisteravond heeft Barcelona het standbeeld van Johan Cruijff onthuld. Hey, jij hebt Spaanse les gedaan, Tom. Ja. Heb je hier nog Jordi Cruijff in het Spaans? Die was er natuurlijk ook bij. Even kijken of we dat kunnen vertalen. Luister even mee dan. Es un honor. Es precioso y para nosotros solo podemos dar las gracias a los que han hecho esto posible. Wat wordt hier gezegd, Tom? Volgens mij zegt hij iets in de trant van... op de achtergrond, Joseph van de show die meeloopt op de redactie. We zijn enorm vereerd en het standbeeld is goed gelukt. Annemarie, is dat goed? Nee, hij zei we zijn enorm vereerd en we willen iedereen heel erg bedanken. Ah, het is ook leuk om van die lavendelzakjes te maken voor in je kledingkast. Wat leuk, ja. Wat superleuk lavendelzakjes maken. Wat leuk. Ga ik vanmiddag doen. Ja. Lavendelzakjes maken. En neem je een klein schaartje mee. Het geil. En dan doe je met een klein zakje. Dat is heerlijk. Lekker geurt lekker tussen je boxershorts. Wordt gek. Mag ik even contact met Studio 2? Ja. Ja, ik denk dat vrouwen eerder denken... Het zit er nu wel op, jongens. Nu gaan de benen weer dicht. Even heel plastisch gezegd. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan... in hoeverre de vrouw klaar was met het hele spel. Is dat van belang? Oei. Ik heb niet het idee. Ik denk dat het uitpunt van de vrouw, om het zo maar even te zeggen, ik denk dat dat niet per se de pot afrondt. Dat klopt. En dat is ook hartstikke jammer. Dit is dus een hele leuke emmer. Het leuke aan deze emmer is dat je er zaadjes in kan doen. En die zaadjes die zijn van een begonia. En het leuke van die begonia is dat hij heel leuk gaat bloeien. Ook in de winter geeft hij van die leuke kleine witte bloemetjes. Wat heb jij een goede Rob Verlinde in huis. Gaan we al. 6 uur, Arnie. Ja. Dat is iedere dag. Het is nu 6 uur. Altijd weer even schrikken. Dat is iedere dag. Een vaste parfum hebben. Ik wissel. Ja, ik heb al jaren en jaren dezelfde. Mm. Ja, zou ik jou herkennen? Ja, dat denk ik wel. Als je mij blinddoekt en gewoon 5 vrouwen hier neerzet, herken ik jou aan jouw parfum? Ja, ben wel benieuwd. Kunnen we hier gewoon 5 vrouwen morgen neerzetten? Ja, laten we dat doen. Morgen gaan 5 vrouwen ruiken, goed geregeld. Hartstikke leuk. Ja, moet je niet zo hard lachen, want die eucalyptolach die herken ik uit duizenden. Dus je mag niet lachen. Nee, dit is Marieke niet. Ik lijk wel een soort drugshond. Dame nummer 2. Is dit de kantine of? Dit zou Marieke kunnen zijn. Oké. Okay. Klopte het? Het klopte. Echt waar? Wat supergoed gedaan. Morgenmiddag droog en minder warm. Annemarie heeft het laatste nieuws. Maar lees je dat dan gewoon voor? Ik dacht dat jij dat altijd heel erg zo vanuit je eigen fingerspitsen gevoel deed. Dat weerberichtje 's ochtends. Val ik echt door de mand, hè? Ja, jammer. Ik dacht natuurlijk dat ik echt een soort fingerspitsen gevoel voor het weer had. Het nieuws. Wat moet jij? Wat moet jij? John of Toon. John of Toon. Kom met jou, hoor je dit mij? Ja, John hier. Nee, ze hoeft niks, John. Begin deze week hadden jullie nogal wat commentaar op mijn voicemail. Hi, dit is de voicemail van Joe Stam, producer van Mattie en Marieke bij Q-Music. Spreek wat in of stuur een appje en dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Ja, het is ook een beetje tofdoenerij tegenover je vrienden. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat dit wel een verwachting is. Oké.
Hoi, dit is de voicemail van Joe, stagiair van de show bij Mattie en Marieke. Elke ochtend te horen op je music bij een radio bij jou in de buurt. Met allemaal leuke dingen, zoals verjaardagsrad. Dus ben je bijvoorbeeld jarig in de maand augustus, bel dan naar 0909-9596. En wie weet, loop je straks weg met een nieuw M-Line matras en 2.500 euro. Mocht je mij nou willen bereiken, stuur me even een WhatsAppje of een sms'je en dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Oké, hoi hoi. Dit is Joe. Stagiair van de show. En als je nou abonneert op ons YouTube-kanaal, krijgt hij een puntje erbij in zijn stageverslag. Doen hoor. Mattie en Marieke. Q-Music. Mattie en Marieke.